Maar niet alleen onder water, ook boven water valt een wereld te ontdekken. We gaan praten met Michel van Dijk, business manager van Inland Terminal Veghel uit Oost-Brabant. Welkom. Ik moet je gelijk verbeteren, het is Van Berkel Logistics, waar niet alleen de Inland Terminal in Veghel onder vallen, maar ook de Inland Terminal in Kuik en Van Berkel Shipping. Dus het is iets ruimer dan alleen Inland Terminal Veghel, waar we wel ooit begonnen zijn. Wat is de kracht? Want jullie zijn behoorlijk aan het groeien, al 10 jaar lang. Ik heb begrepen, jullie begonnen met 3000 containers en zitten er nu op 30.000 in 10 jaar tijd. Een vertienvoudiging. Waar komt die kracht vandaan? Ja, wij zitten in een markt die eigenlijk steeds meer aandacht krijgt. Bereikbaarheid is een heel belangrijk onderwerp voor economische dynamiek. En de regio heeft heel veel food- en feed-activiteiten. Dat blijft doorgaan, ondanks de crisis zijn die volumes inderdaad ook toegenomen. En bedrijven gaan steeds meer gebruik maken van water. Ja, kun je een paar producten noemen die jullie opdrachtgevers noemen? Ja, het loopt van bier tot aan gedroogde kippenmest, maar ook melkpoeieren, Friesland Campina, Mars, Bavaria. En dat wordt allemaal geëxporteerd? Dat is met name allemaal export. Maar die containers moeten toch ook, ja, je moet toch ook weer terugvaren, zeg maar? Loopt dat even redig op? Of? Nee, helaas niet. Hè. We hebben het allemaal over een grijze container, wat we heel graag zouden willen. Maar helaas zijn het heel veel... Ja, wat is dat dan, een grijze container? Nou, een grijze container is eigenlijk een rederij-onafhankelijke container die we zowel voor import als export kunnen gebruiken. En wat we nu doen is nog heel veel lege containers heen en weer sjouwen. En dat kost geld? Dat kost geld en is eigenlijk onnodig. Dat is allemaal lucht. Zouden we heel graag veel beter op elkaar af willen stemmen. En omdat we daar ook steeds beter in slagen, krijgen we ook steeds meer lading in die regio. Hoe kan het nou dat over water vervoeren weer zo populair is geworden? Milieu, files, congestie speelt een belangrijke rol. En het feit dat die container voor die verlader om de hoek staat, in sommige gevallen op nog geen 500 meter, betekent dat wij heel strak kunnen aansluiten op interne logistiek van die bedrijven. Het gaat nog strakker worden, want eindelijk wordt het Maxima-kanaal afgemaakt. Wanneer gaat het open? 2014, eind dit jaar, begin volgend jaar? Ja, eind dit jaar hopen we de eerste schepen er doorheen te laten varen. En als het even mee zit, dan hopen we begin volgend jaar de koningin ook te mogen ontvangen. En dat is om leuk. Het officiële kanaal te openen. Maar wat gaat het voor jullie als bedrijf betekenen? En natuurlijk ook voor Den Bosch. Er gaat een hoop veranderen. Ja, nou ja, voor Den Bosch betekent het dat die kunnen werken aan een hele mooie binnenstad met horeca en allerlei uitgangsactiviteiten. Geen files meer voor open bruggen. Geen files meer voor open bruggen. Dus dat is fantastisch voor Den Bosch. En voor ons betekent dat wij ook geen files meer hebben op het kanaal. En dat wij door kunnen varen. Dus dat wij sneller met grotere schepen kunnen varen. 3 breed, 3 hoog met de containers, waar we nu 2 breed en 2 hoog kunnen varen. En dat betekent ook dat we veel meer schepen tot onze beschikking krijgen. En nog veel makkelijker kunnen groeien. Ja, dus hoeveel groei zit er nog in als ik 10 jaar vanaf nu ga schetsen? We zijn bezig met de uitbreiding van de terminal in Veghel. En die wordt uitgelegd op 75.000 containers. En over 10 jaar kan ik zeggen of dat wel of niet genoeg is. Daar krijg je ontzettende glanzende ogen van. Had je die ook toen je zelf nog aan het roer stond? Want je hebt ook gevaren. Dan zit je soms dag en nacht in die stuurhut. En dan denk je wel na over de toekomst en dan gaan er wel allerlei ideeën door je hoofd heen. Die heb ik gelukkig nog. En bij dit bedrijf en bij deze activiteiten zijn we voorlopig nog niet uitgepuzzeld. Dus dat kan gelukkig nog wel blijven. Dankjewel. Graag gedaan.